En vandaar met enige dichterlijke vrijheid onze vierde stelling. België is gebarsten. En die zal Bart De Wever misschien graag horen. Maar in elk geval, alles zal ingewikkelder worden door ook het resultaat aan Franstalige kant. U houdt daar terdege rekening mee, denk ik. Het is een feitelijke evolutie. Hè? Ik weet dat ik het verhaal van een mislukking vertel. België is een mislukking. Emotioneel is dat moeilijk, want mensen willen graag overeenkomen. Maar het is zonneklaar. Elke verkiezing opnieuw zie je dat die twee componenten eigenlijk autonoom een verkiezing hebben. Zij stemmen centrum-links en dat is hun goed recht. Ja. Wij stemmen centrum-rechts en nu gaan we asielbeleid maken? De kernenergie terug instappen? Vergeet het. Dat loopt allemaal vast. En wat ik niet begrijp aan de Franstaligen, ik heb er vanmiddag nog een debat over gehad met Franstalige journalisten, is dat zij dat Belgisch model, dat ze er zo aan blijven vastklampen, terwijl zij even goed beseffen dat dat non-bestuur voor hen rampzalig is. Ja, en je hebt nu ook echt nog ten top, ook na de verkiezingen, de ruzie tussen Didier Reinders en Elio Di Rupo. Ja, dat komt er bovenop. Hè. Dat is de zure room op een rotte taart, dat ze daar dan ook een soort democratische burgeroorlog aan het uitvechten zijn, die het laatste grijntje bestuurskracht uit België heeft weggezogen. En daardoor zitten we nu al 2 jaar stil, ook al ben ik daar al 9 maanden niet bij. Hè. Dus zij die denken dat ik als bescheiden partij, ondertussen middelgrote partij, dat allemaal blokkeert. Zij dwalen. Ik ben daar niet meer bij betrokken en het loopt nog allemaal vast. Ja, mevrouw Genet, bent u het eens met die analyse? Want dit gaat over uw Franstalige component, hè, de PS. Ja, maar wij zijn twee aparte partijen. Wij zitten ook federaal in de oppositie en de PS zit in de regering. Dus daar voel ik mij al lang niet meer verantwoordelijk voor. Daar hebt u niks meer mee te maken.